expresscentrum is belangrijk voor de jeugd om op jonge leeftijd al ervaring op te doen op internationaal niveau. Ja, dat zijn hele mooie kansen die je kan krijgen en dat mag je zeker niet laten liggen. We spreken ook wel uit ervaring, dus stop. Maar met de Nationaal Jeugdpro om ons voor te bereiden op TK hebben we toch wel veel internationale jeugdtoernooien gespeeld, maar dat was dan wel telkens in het buitenland. Dus daarmee is het nu wel echt een unieke kans dat in België zich voordoet. Ja, kunt u meten met internationale speelsters. Kunt u zien hoe ver dat je staat en waar dat je dan aan moet werken. Dus dat is ideaal. Andere landen kunnen ook gewoon opmerken, misschien in de toekomst of zo. Ik denk dat er wel veel coaches zullen zijn van verschillende ploegen en landen. En het is altijd goed om in te kijken te spelen voor als je later een mooie carrière wil op internationaal vlak. Ja, de ploeg is dus heel belangrijk. Ja, sowieso. Internationale toernooien breng je altijd dichter bij elkaar, denk ik. Maar we hebben ook een kans gehad om Young Cats te doen. En dan waren we ook altijd tijdens de week weg met een groep naar buitenland. En ja, je groeit wel dichter bij elkaar sowieso. En ik denk dat we allemaal wel weten wat dat is om een goede groepssysteem en wat dat brengt op het terrein. Want dat is ook een grote meerwaarde van onze bronzen medaille. De atmosfeer die er was. Geloof in je droom, altijd. Als je een droom hebt, dan moet je er blijven in geloven. Iets dat ik zou willen meegeven is altijd hard blijven werken. Tegenslagen zullen er sowieso zijn, maar zolang je niet opgeeft, is alles mogelijk. Ja, en zelfs als je tegenslagen hebt, zijn er altijd andere dingen waar je aan kan werken. En zoals mama zegt, blijven werken en dan is er een zeer grote kans dat je er wel aan kan werken.